staan hier op de grens tussen Brussel en Vlaanderen. Achter mij ligt Ukkel en voor mij ligt Sint-Genesius-Rode. Nu, die grens die staat momenteel ter discussie, want het rabiaat Franstalige Défi wil die grens gaan verleggen. Zij willen eigenlijk de 19 Vlaamse randgemeenten rond Brussel gaan aanhechten bij het Brussels hoofdstedelijk gewest. Waardoor natuurlijk gemeenten als Grimbergen, Beersel, Assen enzovoort zouden worden aangehecht bij dat hoofdstedelijk gewest. Een imperialistische eis waar we ons uiteraard met klem tegen verzetten. En deze locatie waar we ons momenteel bevinden is uiterst symbolisch en cruciaal. Waarom? Omdat men via deze waterloze steenweg eigenlijk een verbinding wil gaan maken tussen Wallonië en Brussel om in een post-Belgisch scenario aanspraak te kunnen gaan maken op het Brussels hoofdstedelijk gewest. Nu, om die annexatieplannen in de praktijk te brengen, wil Défi referenda, volksraadplegingen gaan organiseren in de 19 gemeenten rond Brussel, om zo eigenlijk die aanhechting, die annexatie te gaan legitimeren. In het Vlaams parlement ondervroeg ik dan ook Vlaams minister voor de Vlaamse Rand, Ben Weitz. Voilà, ik kom tot mijn vraag, meneer de minister. Hebt u al formeel gereageerd op de uitspraken van de voorzitter van toch een Brusselse regeringspartij? Het gaat hier niet over Eenderswie, het gaat hier over een regeringspartij. Om deze toch oorlogsverklaring te gaan aanpakken en daar een antwoord op te bieden, maar hij vond dat we daar geen gewicht aan moesten geven en eigenlijk geen aandacht aan moeten schenken. Ondanks het gegeven dat dit dus een rechtstreekse aanval is op onze territoriale integriteit en al dus een oorlogsverklaring is aan Vlaanderen. Als u een formele reactie van de Vlaamse regering vraagt op de uitspraken van een Défi-voorzitter met betrekking tot de gebiedsuitbreiding, dan bij deze. Men doet eigenlijk zijn gevoeg op ons hoofd en onze minister van Vlaamse Rand die durft zelfs niet zeggen dat het stinkt. Voor het Vlaams Belang is het alvast klaar en duidelijk. De Vlaamse Rand is integraal Vlaams grondgebied en wij zullen er alles aan doen dat dat zo zal blijven.